Trump is de winnaar geworden van de verkiezing. Ik had niet durven hopen dat we al om 8:30 vanmorgen een call zouden kunnen hebben. Dat we de nieuwe president kunnen aankondigen. En voor het laatste nieuws, Ivan, is er nog op uitslagenvlak iets bekend geworden? Ja, nou ja, op zich wel. Bijvoorbeeld dat Harris Minnesota gewonnen heeft. Maar het maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel meer uit. We kunnen het allemaal noemen. Maar Trump moet toch minstens toch wel een van. Want hij komt geloof ik nu 3 kiesmannen tekort. Nou ja, een van die swing states valt toch wel zijn kant op. En dan is het dus gedaan. Dus je kan dat gaan noemen, maar ik denk dat je daar niet zoveel aan hebt. Nee. We hebben een half uur, 3 kwartier geleden Trump zelf gezien. Die blij was dat hij gewonnen heeft. Die blij was dat hij de popular vote heeft. En dat hij de Senaat heeft. Dus die zit stevig in het zadel. Ja, en wij zitten hier in Nieuwspoort in Den Haag voor deze speciale uitzending. En naast ons ontspint zich het All American Breakfast, noem ik het maar even. Het verkiezingsontbijt onder leiding van Amerika-historicus en kenner Willem Post. En die hebben we even achter zijn microfoon weggetrokken. Achter de wafels. Ja. En bij ons neergezet. Willem, welkom. Wat fijn dat je er bent. Ja, het is fantastisch, moet ik zeggen. Want met 400 mensen zitten we hier te ontbijten. Ja. En daar zitten natuurlijk ook veel. Hè. Dat weten we in Nederland. Er zitten veel Harris-aanhangers zeg maar bij. Maar ook Trump-mensen. En het gaat allemaal heel vriendschappelijk. Dus wij geven vanuit Nieuwsport een goede voorbeeld aan Amerika. Zo gaan we elkaar om. Ja. En geen bedrukte gezichtjes? Nou, ik zag wel inderdaad. Jawel, ik zag ook wel een mevrouw even net een traantje wegpinken. Hè? Want 11% zou op Trump stemmen hier. En de rest, althans 60-70% op Harris. Dus die zitten hier natuurlijk ook. Hè? Ja, precies, maar dames en heren, hier in Amerika ligt het een beetje anders. Hij heeft Trump toch gewonnen. Het is niet een landslide victory, maar hij heeft ook, en dat is heel belangrijk, voor het eerst in een hele lange tijd de popular vote gewonnen. Ja, hè? Dat is dus echt een grote overwinning. Je hebt gelijk, het is geen aardverschuiving. Nee. Nou, maar toch wel een flinke verschuiving. Mm-hmm. Ja, en dan zie je maar weer, jeetje jongens, die opiniepeilingen voor de zoveelste keer zitten ze er weer naast. Totaal. Want Trump heeft met meer procenten gewonnen. Hè? En dat is ook wel een van de conclusies. Nou, hè? En nou ja, het is echt een grote overwinning voor Trump. Absoluut. Maar niet alleen voor hem, want ook zijn partij heeft, hè, je kan het zeggen, het is de grote Trump-party, Senaat, waarschijnlijk ook het huis gewonnen. Daarbij heeft hij eerst een Tweede Kamer en de president. Ja. Hij heeft veel meer discussionele bevoegdheden dan welke andere president ook. Dus eigenlijk kijken we in ieder geval de komende 2 jaar aan tegen een Trump die alles mag. Ja. Nou heeft hij beloofd, 1 dat ik er zit, word ik dictator. Ja. Kun je dat nog herinneren? Ja, kijk, en ik ben ook bij rallies van Trump geweest. En wat ik daar zag was natuurlijk, want dan sta je meer dan 2 uur naar hem te luisteren. Hè? Die stadions met 30.000 mensen op de tribune. Ja, dan zie je zoveel beloftes die hij doet aan zijn achterban. En dit was ook een belofte natuurlijk. Ja. Nou denk ik dat, en dat is wel Amerikaanse verkiezingscampagnes met name eigen, dat je heel veel belooft. Ja. Om het dan niet te doen. Nee, want kijk, eigenlijk hebben ze ook geen echt partijprogramma. In Nederland zijn we natuurlijk wel gewend dat partijen hebben programma's en vaak tot achter de komma en ga zo maar door. Amerikanen hebben dat niet zo en de personality staat heel erg centraal. Ja. Dus, maar hoe je het went of keert, ik denk dat Trump een aantal van die enorme toezeggingen, nou tarieven op China en 20% op Europa en ga zo maar door, dat een aantal van die stappen die hij zou nemen, dat die niet gezet worden, maar sommige wel. Omdat hij moet toch wel zijn achterban, logischerwijs, tevreden stellen. En dan is het maar raden, wat gaat hij dan echt doen? En dat maakt natuurlijk mensen ook hier onzeker. In Nederland wel onzeker. Ja, zeker. Dat gaan we snel zien. Hè? Wacht eventjes, nu hebben we de verkiezingen gehad. Het duurt nog weer maanden voordat we echt daadwerkelijk de installatie zien. De 20 januari. Ja. 20 januari. Eén ding zijn we kwijt. We hebben niet meer die contestants die steeds of de zaak met herstemmingen, stemmentellingen, dat soort toestanden. Dat is klaar, hè? We gaan niet meer. Dat is dus wel een lichtpunt bij dit alles. Ja. Want kijk, ik was een paar weken geleden in Amerika. En dan zie je gewoon dat iedere Amerikaan toch zo'n beetje zegt destijds, een paar weken geleden, rond 5 november verwachten we echt geweld. Ja. We liggen er 's nachts ook van wakker. Hè? Ja. Dat hoorde ik zo vaak dat mensen dat zeiden. Nou ja, dat lijkt nu met een hele duidelijke overwinning van Trump niet het geval te zijn. Nee. Kamala Harris zal zich bij de nederlaag moeten neerleggen. In feite, er moet nog 1 staat bijkomen. Maar dat is wel zeker natuurlijk dat ze verliest. Dus de druiven zijn zuur. En ik moet je wel zeggen, ik heb het even over dat ik in Amerika was. Toen ik op Schiphol het vliegtuig instapte, een week of 4, 5 geleden, toen dacht ik van, op basis ook van de peilingen, je moet een beetje houvast in het leven hebben. Ja. Dacht ik, ik denk toch dat Harris, die zou het wel eens kunnen gaan redden, heel nipt. Mm-hmm. Maar ik landde op Schiphol, een paar weken later. En toen dacht ik,
na al mijn ervaringen in Amerika, het zou toch best Trumpus kunnen worden. Want wat mij heel erg opviel, dan moet je toch ook ter plekke zijn om dat echt te voelen, te proeven. Ja, ja. De enorme onvrede onder de mensen, en sowieso de arme Amerikanen, die 37 miljoen mensen onder de armoedegrens. Ja. Maar ook de lower middle class en de middenmiddenklasse die zeggen, ja, dat is allemaal wel aardig, hè, dat 2 punt nog wat inflatie, dat nu veel beter is dan vorig jaar. Ja, maar het kost nog steeds veel geld. Ja. En de afgelopen 4 jaar zijn die prijzen wel met 20% gestegen. Ja. En de huur, en de verzekeringen. Hè, en de woningen zijn veel te duur. We kunnen het niet meer betalen. Iemand liet mij in Philadelphia een heel armoedig 2-kamer-appartementje zien. Huur in een wat slechtere wijk ook, zag ik wel. En die man vroeg aan mij, wat denk je wat ik moet betalen? Ik zei, nou ja, ik denk zo'n $1000 per maand. Mm-hmm. Wat ik dan toch ook nog wel vrij prijzig vind. En hij zei, nee, $2500. Dat is heel gewoon hier. Hij zei, alleen, het is voor ons natuurlijk niet meer te betalen. Dus ik moet 2-3 banen doen. En mijn vrouw moet ook natuurlijk 2 banen hebben. Want er komt nog heel veel meer bij. Nou, en als iemand natuurlijk die onvrede kan exploiteren, naar boven kanaliseren, is het Trump. En Trump is natuurlijk de ultieme woedige leider, een supermarketeer. Ja. Ja, en nou ja, we zien nu dus de uitslag. En Amerika heeft gekozen en wij als Nederlanders, oké, heel veel Nederlanders zullen chagrijnig zijn, verdrietig zijn, misschien zelfs een traantje wegpinken. Maar ja, kom op, we moeten ook pragmatisch zijn. Absoluut. Dit is het, de uitslag in Amerika. Ja. Volgens mij is het allemaal netjes gebeurd. Absoluut. Geen echt grote malversaties, er gaat altijd wel iets fout. Dus Amerika dit is gekozen. Het. Punt. Geen tranen meer. Trump, ik ga weer terug naar het ontbijt. Ik wou net zeggen, voordat je een traan begint te laten van de honger. Pak ook een wafeltje dadelijk. Een waffle. Met stroop. Dankjewel. Willem Post. Nou ben je geen stoertjes. Dankjewel, Willem. Kunnen we misschien nog even kort 2 reacties doen die binnenkomen van mensen die toch wel relevant zijn. Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, die heeft Donald Trump gefeliciteerd met zijn verkiezing tot president. Hij schrijft, zijn leiderschap zal opnieuw van cruciaal belang zijn om onze alliantie sterk te houden. En hij kijkt ernaar uit om met hem samen te werken om vrede te bevorderen door kracht via de NAVO. En ook Volodymyr Zelensky die is naar Twitter gegaan om daar een felicitatie, een uitgebreid verhaal te schrijven. Ik parafraseer even, maar het is een felicitatie. Hij kijkt terug op een bijeenkomst die Trump en Zelensky in september hadden. En Zelensky zegt, Trumps aanpak, peace through strength, kan ons helpen. En hij wil graag Trump persoonlijk weer ontmoeten en de band tussen Oekraïne en Amerika versterken. Ja, we zijn benieuwd of dat lukt.